Ja, vraag een keer. We hebben een verstekelingsje gevonden. Tortoise? Tortoise? Ik weet het niet, want die liep hier midden in de straat. Schatje. Ik kom naar mijn tenen. Hé, hey, al dit is jouw pap. Wie is nog rap? Wie is nog snel voor de schildpad? Maar nee, die kan niet meer. Dat is bij de kip zitten. Wat doet die schildpad? Ja. Ja. Ah, kijk, het is niet alleen voor, het is SOS wilde dieren. Ja, egeltjes. Moet niet aankomen, hè? Maar, er zat er. Of mama? Ja, maar ik denk dat dat wel goed is. Hé, hey, bellen? Nee. Moet goed doen. Ach, ze zijn er al. Wat zeg je? Wat mis je? Mis je je schildpad? Die is niet van ons, hè. Die is van andere mensen. Ze moet al een mens als die moet houden. Man, nee. Dat beestje is hier. We hebben bij geen plaats voor een schildpad. We hebben niet eens een vijver, het is een waterschildpad. De schildpad is goed terecht nu. Shanti kan zwemmen. Want die kan anders zwemmen dan de schildpad. We hebben hem net weggebracht naar de SOS wilde dierenopvang. In Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 211. Dus op 6 oktober houden ze daar een open deurdag van 10 tot 18 uur. Hoge Buizenmond 211, 9500 Gerardsbergen. Dus als je geïnteresseerd bent, die mens wist wel wat hij zei. Hè? Het is blijkbaar een geelwang waterschildpad. En omdat het warm is, dat zijn koudbloedige dieren. Dus die moeten opwarmen om actief te zijn. Maar omdat het zo warm is deze dagen, zijn die actiever dan anders. We hebben het ook al op Facebook gezet en daar hebben we al een bericht gehad dat, van mensen die in Gooi wonen. Dat is eigenlijk hier een halve kilometer verder is Gooi, begint Gooi, dus dat kan wel dat die schildpad zo ver geraakt is. Maar we gaan die mensen gewoon de gegevens van het opvangcentrum bezorgen. En het opvangcentrum heeft ook onze gegevens en die gaan ons ook laten weten wat er mee gebeurt met die schildpad. De jongste had ze precies wel liever gewoon houden. Maar dat zijn exotische dieren. Ik ben er geen fan van. Ah ja, nog belangrijk. Ze zeiden nog, als je zo'n schildpad vast zit, dat zijn draagers van salmonella. Dus belangrijk dat je handen wast.